Herman Zwering, gemeenteraadslid voor de PvdA. De college heeft het voornemen om de Aalderingshoek gasloos te maken. En u plaatst daar kanttekeningen bij. Kunt u zeggen welke dat zijn? Ja, dat kan ik wel uitleggen. Allereerst natuurlijk, het streven om iets gasloos te maken is natuurlijk goed. Duurzaamheid staat voorop, ook voor de PvdA. Maar betaalbaarheid is een ander item en daar maken wij ons voor zorgen. Waarom maken wij ons zorgen? Daar horen twee dingen bij. A, men wil dat graag doen door middel van een warmtenet. Dat warmtenet dat moet aangelegd worden vanaf de waterzuivering op Windmolenbroek. En die gaat dan richting de Aalderingshoek en dan wordt het vervolgens doorgepompt naar de huizen. Waar dan allemaal warmtepompen geplaatst worden. En die warmtepompen die moeten dus zorgen voor de warmte binnen, maar ook voor de warmwatervoorziening van een douche en ook voor om af te wassen en noem maar op. Nou, en dan moeten er zonnepanelen bij komen om vervolgens geheel gasloos te kunnen zijn. Nou, de vraag blijft dan, als je dat bij elkaar optelt, dan heb je dus drie dingen nodig om gasloos te kunnen zijn. Een warmtenet, een zonnepanelen en een warmtepomp. Als we heel nuchter kijken, er worden meer huizen in Nederland verwarmd alleen met een warmtepomp en die gasloos zijn, dan dat we daar nog een warmtenet bij nodig hebben. Dus voor mij blijft de vraag, van zitten wij niet dubbel op te doen? En in dit geval zijn het allemaal huurhuizen, dus de huizen zijn ook in bezit van de woningbouwverenigingen. En die gaan ook, die zullen ook gaan isoleren. Maar goed, het moet allemaal wel gebeuren en het moet ook allemaal gelijktijdig plaatsvinden. Plus dat natuurlijk een enorme schaarste is aan materialen op dit moment. Die hele chain die je nodig hebt om dat allemaal te kunnen doen, die is nogal overbelast. Ook de mensen die het moeten kunnen installeren, dat is al een probleem aan zich. Dus er komen wel een aantal uitdagingen bij. En gasloos is goed. Maar je moet echt het heel goed doordenken. Hoe wil ik dit proces ingaan? En wil ik het doen omdat ik gasloos wil worden? Of wil ik het doen omdat ik duurzaam wil zijn op de juiste manier? En ook betaalbaar hou voor de mensen die in de huizen wonen. U vindt het plan ondoordacht? Nou, op dit moment kun je er natuurlijk alle kanten mee op. Hè. Waarschijnlijk, als ik in hun schoenen zou staan, zou ik zeggen het is een studie. Hè. We weten het nog niet. Dat kan. Nou, en als het een studie is, dan is het juist goed om alle input te leveren van alle kanten die maar kan. En dat gaan we dan ook woensdagavond doen. Zodat iedereen ook mee kan luisteren van wat is verstandig en wat is onhandig. We hebben daar een heel aantal partijen voor uitgenodigd. Zoals onder andere Cortech, Cogas, Twente Milieu, of Twents, Sint-Josef komt erbij. We hebben Urenco ook uitgenodigd om ons ook mee te nemen in kleine smart energiecentraletjes die in ontwikkeling zijn. Nou, dus het hele spectrum moeten we goed bekijken. Wat kunnen we en wat willen we? Dank u wel. Graag gedaan. Dank u voor de belangstelling.